Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven bestaat vrijdag 30 jaar. Om dit jubileum kracht bij te zetten, wordt dan gestart met een campagne. Het opvangcentrum probeert in 30 dagen het asiel leeg te krijgen. Het centrum in Eindhoven bestaat al wel 30 jaar, het asiel zelf bestaat nog veel langer. In die lange jaren zijn er een hoop veranderingen doorgevoerd. Het is wel verbeterd. We zijn flink aan de gang gegaan, ook met de huisvesting van dieren, meerdere dieren tegelijk. De opvang zelf kunnen we niet veranderen, want we zitten gewoon vast aan de hokken die zoals ze zijn. Maar het is wel verbeterd qua manier van opvangen en de verzorging van de dieren. Maar hoe verloopt zo'n proces nou precies? Want zo'n dier wordt gevonden en hoe komt dat bij jullie terecht? Het komt inderdaad via de dierenambulance vaak bij ons terecht. Het kan ook zijn dat mensen het dier zelf brengen. We gaan het dier sowieso eerst onderzoeken door de dierenarts. Dan komt hij op de website te staan met verhaal, foto's erbij. Mensen kunnen er dan op reageren. Als mensen dan bij ons langskomen, maken ze eerst kennis met het dier. En dan hebben we gewoon een gesprek met de mensen. Hoe ze leven, hoe ze wonen. Ja, hoe hun leven eruit ziet. Of daar de hond bij zou passen. Als dat zo is, dan kunnen we tot adoptie overgaan. Voor de medewerkers van het centrum is het vaak lastig om afscheid te nemen van de dieren. Ja, absoluut. Er zijn dieren waar je gewoon een enorme band mee krijgt. En het is een beetje dubbel. Je ziet ze natuurlijk graag naar een nieuw huis gaan, maar het is ook moeilijk omdat je er weer afscheid van moet nemen. En wat is nou het langzittende dier hier? Op dit moment is dat Boy. Die zit hier vanaf april 2010. Boy is dan ook naastig op zoek naar een baasje. Net als 45 andere honden, 65 katten en 1 konijn. En nog een ander soort dier. We zien hier wel een heel vreemd dier zitten. Kun je daar al meer over zeggen? Ja, hier is Alice. Alice is iemand van het kattenteam. We hebben een geweldige groep mensen lopen die elke middag bezig zijn met de katten. Voornamelijk het socialiseren van de dieren. Dus bange dieren die binnenkomen om te zorgen dat die gewend raken aan het fenomeen mens. Dat ze dus ook in aanraking komen met handen om te leren dat dat niet erg is, dat het leuk is. En ja, dat ze daaraan kunnen wennen zodat ze geplaatst kunnen worden in een normaal huishouden. Lisette is nu 4 jaar werkzaam in het opvangcentrum. In die tijd merkt ze dat het werk soms erg aangrijpend kan zijn. We hebben ooit een keer een herder geplaatst. Dat leek perfect, leek hartstikke goede plaats te zijn. En een paar maanden later vonden we hem hier bij het asiel aan een hek, totaal uitgemergeld. En eigenlijk op het randje van zwakte. Die is uiteindelijk weer helemaal opgelapt. We hebben hem opnieuw geplaatst bij nieuwe mensen. We hebben echt gewoon gevraagd dat we intensief contact willen hebben. Om er zeker van te zijn dat het niet nog een keer misgaat. Maar het gaat nog steeds geweldig. Menselijkheid staat voorop in het opvangcentrum. En hoewel de liefde voor de dieren erg groot is, hopen de vele vrijwilligers, stagiaires en medewerkers dat de dieren snel een baasje vinden de komende 30 dagen. Je zou ook gewoon alle hekken open kunnen zetten, zijn ze ook weg. Klopt, maar dat is dus het punt van ons. We zijn zo ontzettend gek met dieren. We zijn zeker met onze dieren zijn we gewoon helemaal gestoord. Dus hek openzetten, dat is totaal geen optie. En wat vonden de honden er zelf van?